Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Vrijwilligers in Beeld. Vrijwilligerswerk is zeer belangrijk in de regio Altena. In dit programma laten we vrijwilligers en hun werkzaamheden zien. Deze aflevering zijn we op bezoek bij de Hartenbrigade, een initiatief van Stichting de Vleet in Woudrichem. De Hartenbrigade is precies een jaar geleden gelanceerd, ook tijdens Winterwonder Woudrichem. En we vieren eigenlijk vandaag ons 1-jarig bestaan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Wat is er afgelopen jaar gebeurd rond de Hartenbrigade? Nou, er is ontzettend veel gebeurd. Ik heb eigenlijk in een jaar tijd heb ik een heel team aan vrijwilligers rondom me heen gecreëerd. Er zijn maar liefst 30 vrijwilligers opgestaan. Eigenlijk naar aanleiding van de actie die we vorig jaar rond deze tijd hebben gehouden. En die actie was, we moesten iets in onze kraam hebben wat we konden verkopen. En wij dachten, nou dan maken we 500 harten van vogelvoer. En dat was een leuke uitdaging, kan ik je vertellen. Want we hebben uren hier in het keukentje boven hebben staan prutsen en aan elkaar geplakt met allerlei goede ingrediënten. En wat ik heel mooi vond, uiteindelijk ging het helemaal niet om die 500 vogelvoerharten. Nee, het ging om de verbinding, mensen betrokken maken bij een nieuw initiatief. En dat is dus gelukt, want heel veel van die hartenbakkers, zal ik maar zeggen, die zijn gebleven. En die zijn tot vandaag toe nog steeds heel actief. Wat heb je afgelopen jaar allemaal gedaan als vrijwilliger? De Hartenbrigade promoten. Dus zorgen dat mensen te weten komen wat is het en wat doen we. En ik help, dat heeft er een klein beetje mee te maken bij een kamp, wat ook Nicolette meedoet. Daar ben ik leider, ook een van de, ben ik ook vrijwilliger, dus ja, daar doe ik ook aan mee en, als vrijwilliger. Ja, het is een beetje... wat doe ik nou precies? Ja, van alles en nog wat. Wat vind je er zo leuk aan om dat vrijwillig allemaal te doen? Ja, nou mensen blij maken eigenlijk. Mensen worden er vrolijk van. Gewoon dat je mensen blij maakt en inzetten voor dingen die eigenlijk heel leuk zijn. We hebben structurele activiteiten inmiddels, waaronder soep en pannenkoek. Iedere derde zaterdag van de maand dan nodigen wij ongeveer 72 mensen uit om bij ons te komen eten. Die komen gelukkig niet alle 72, want dan heb ik een logistiek probleem. Maar een groot aantal daarvan komt dus maandelijks bij ons aan tafel. En heeft niet alleen een warme maaltijd, maar ook een warm gesprek. En daar draait eigenlijk de Hartenbrigade voornamelijk om. Weer warme gesprekken tussen mensen creëren. En dat warme gevoel, brengen jullie dat hier in Woudrichem waar we nu staan? Of is dat breder? Gaat dat over de gemeente of wellicht over heel Altena? Nou, heel Altena nog net niet, maar daar zijn we ook wel mee bezig. We hebben ook wel eens activiteiten in Sleeuwijk. Voornamelijk de gemeentes, of de dorpen eigenlijk van de gemeente Woudrichem. Maar we staan overal voor open. We hebben al een keer de wethouders van alle drie de gemeentes om de tafel gehad. Dus we zijn zeker bereid om Altena breed te gaan. Voor het komende jaar heb je al iets in de vooruitzichten zitten dat je zegt van daar ga ik me straks mee bezighouden? Nee, het is meer gewoon mensen vragen, die komen dan naar mij van wil je daar mee doen of dat. En 9 van de 10 zeg ik wel ja, maar het is nu niet dat ik nog weet van wat er allemaal gaat komen. Wat er op mijn pad komt is het eigenlijk. Welkom voor jullie bij vandaag koken voor oude mensen bij werk vrijwilligers. Ja, twee soorten soep. Linzensoep en een groentesoep en kip en rijst en andere soort kip ook, twee soorten van rijst, ja, ook veel soorten salade, komkommersalade en slaasalade, dat was het. Het komt goed. Alles goed. Alles komt goed. Ook lekker dingen maken voor mensen. Kan passen, proeven. Een beetje, ik klaar met groentesoep, kan een beetje proeven. Anne, voor het komende jaar, kan je daar alvast iets over vertellen? Ja, ik ben erg trots op het mooie bericht dat we vanaf 1 januari mag ik 24 uur per week me inzetten voor de Hartenbrigade. Ik ben met 4 uur begonnen en in een jaar tijd heb ik niet alleen de deelnemers, de organisaties, de vrijwilligers, maar ook de gemeente heel positief gekregen. En zij hebben besloten om 24 uur te gaan subsidiëren. En die 24 uur, dat is natuurlijk heel mooi dat je die in kan gaan zetten. Heb je al een soort lijst gemaakt dat je zegt van nou, dat zijn dingen, daar krijg ik nu ruimte voor? Ja, dat zijn eigenlijk de particuliere initiatieven nog meer uitbouwen. En met particuliere initiatieven bedoel ik eigenlijk mensen die om wat voor reden dan ook even omhoog zitten. En dat kunnen heel eenvoudige dingen zijn. Bijvoorbeeld een poosje geleden is iemand geopereerd en die kon haar hond niet uitlaten. Eigenlijk iets heel simpels. Ik heb een oproepje gedaan op Facebook en binnen 24 uur hadden wij, ik geloof, 16 hondenuitlaters. We hebben dat het Spetterteam genoemd, want dat hondje heet Spetter. En nou ja, ik hoop dat er meer spetterteams ontstaan, zodat we gewoon meer naar elkaar gaan omzien. Hoe komen de mensen met jullie in contact? Nou, ze mogen uiteraard onze Facebookpagina liken. Dat is www.facebook.com/hartenbrigade.